Ja, de PGR was eigenlijk wel een bijzondere type. Er werd meer gekeken naar technologie, naar de chauffeur, aerodynamisch. Het was gewoon een hele mooie truc die we toen gebouwd hebben. Als je terugkijkt natuurlijk, als dan een model 14 jaar meegaat, dan is het een heel, heel goed model geweest. Je neemt afscheid van iets wat heel goed is, wat heel goed altijd ontvangen is. En... Je hebt wel 5 jaar aan die truc gewerkt en je ziet wel de laatste eruit rollen. Het meest wat ik zou missen aan die PGR, ja, die cabine.